In deze nieuwe collegeperiode wordt in Zeewolde ook gestart met een nieuw fenomeen. Het wijkwethouderschap. Helmut Hermans, Erik van der Beld, Ernst Bron en Winnie Prins gaan de straat op. Ja, dat is iets wat in de coalitieonderhandelingen op tafel is gekomen. Wij willen heel graag de wijk in, de mensen leren kennen die daar wonen en leven en horen wat hen bezighoudt. En ons thema is ook eigenlijk daarom, vertel eens. Inwoners worden uitgenodigd met hun wethouder in gesprek te gaan. Niet in een zogenaamd ivoren torentje op het gemeentehuis, maar ergens in de wijk. We beginnen in de wintertijd, dus we gaan toch wel binnen, in een ruimte, een van de scholen waarschijnlijk. Het liefst ga ik zodra het kan naar buiten toe. Ik ga op de zaterdagmiddag en ik hoop namelijk ook dat we jonge gezinnen ook kunnen treffen. Dus eigenlijk alle leeftijden zou ik heel graag mee in gesprek willen om te horen wat we nou met elkaar beter kunnen doen in een wijk. Want Prins merkt dat de laatste jaren steeds minder mensen hun stem uitkomen brengen bij gemeentelijke verkiezingen. En geluiden over groeiende onvrede zijn haar ook niet vreemd. En dat heeft ook wel te maken met een stukje vertrouwen in de overheid. Dat is een heel groot thema waar we ons als college ook mee bezighouden deze komende periode. En dit is een van de middelen om meer vertrouwen te wekken, hopen wij, in onze overheid, beter gezegd in de gemeente.